Ah, nou, ik zal eerst even die kaart mooi laten zien. Speciaal voor jullie. Voor jou ook, slash jullie. Oké, luister naar even, mensen. Lieve Karin en Roderick. Hier jullie verrassingspakket. Wie weet krijgen jullie nu wel pret. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stelmel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelmel van der Werf. Het is vandaag vrijdag 15 november. Ja, het is kwart voor drie, wat jullie wel op de klok kunnen zien. Ja. En ik ga deze uitpakken, want het is een cadeaudoos van mijn moeder. Ja, en ik moet ook nog een cadeaudoos in elkaar flansen voor mijn moeder. Dus dat moet ik ook nog doen. Dat wil ik eigenlijk het weekend even gaan doen samen met Ro. Dus vanaf ongeveer 15 euro. Dus komt wel goed. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier met de cadeaudoos. Zo. Ik ga met mijn cadeaudoos bezig, mensen. Ik vind hem heel mooi ingepakt trouwens. Kijk. Niet of jullie het kijk. Dus namens. Deze heb ik dus namens mijn moeder. Als jullie haar nog niet volgen, kunnen jullie dat doen. Dat is Corina Luisterburg de Jong. Ik zal haar YouTube-link even ook hieronder inzetten. Dan kan je haar ook volgen, als je dat zou willen. Dus ik ga nu even uitpakken. Dus ik zou zeggen, heel vrij plezier. Met wat mijn moeder voor een cadeaudoos heeft gefabriceerd. Ja. Zo. En ik ben van mijn moeder gewend om het netjes uit te pakken. Als het mits lukt en als de cadeaupapier het meewerkt gezellig. En werkt het niet mee, dan heb je pech, anders schud ik het gewoon open. En dit is weer heel raar papier. Het is ook een beetje kapot gegaan door. Dat zie ik, maar maakt niet uit. Kan gebeuren. Dus ja. Wil je nou ook zo'n cadeaudoos hebben? Voor mij. Schrijf dan even hier even onder. En schrijf desnoods even jouw e-mail op. Dan kan ik contact houden met je. En dan, krijg jij ook een hele mooie cadeaudoos. Van ons. Zo. En mijn moeder heeft ook gezegd dat het breekbaar is. Maar er zit ook nog een kaart bij. Dus die ga ik zo eerst even voorlezen. Sowieso. Ik zat even te kijken of ik het even zo kon openen, maar dat gaat dus niet. Ik denk dat gaat wel, maar het gaat dus niet. Nou, dan doe ik het zo. Sorry, maar ik maak hem even kapot. Het is even niet anders. Zo. Normaal houden we er niet van, hè? Dingen kapot scheuren. Ja, het is niet anders. En het is breekbaar, dat weet ik ook al. Zo. Handig. Nou, mensen, ik ga eerst even de envelop even openen. Zelf. Ik ga het lekker gewoon even lekker zo doen. Zo. Ah, nou, ik zal eerst even de kaart mooi laten zien. Speciaal voor jullie. Voor jou ook, slash jullie.
Oké. Luister nou even, mensen. Lieve Karin en Roderick. Hier jullie verrassingspakket. Wie weet krijgen jullie nu wel pret. Het is niet groot en niet klein. Maar sommige dingen zijn reuze fijn. En ook nog iets moois en handig in gebruik. Het is alleen geen kruik. Dus pak het maar uit. Maar denk erom. Ook. Maar denk erom. Ook. Het is breekbaar. Dus stop. Nu stop ik. Want ik ben het schrijven gaar. Liefst mama. Ja. Dank u wel, mam. Ja, en mijn moeder is helemaal van het dichten. Vindt ze helemaal geweldig. Dus ja, ik ga weer verder met uitpakken. En ik ga gewoon lekker scheuren nu. Maar, lekker scheuren. Dat is het idee. Ook onze kindje lekker. Lekker scheuren. Ja. Espiet. Ja, hè? Ja. Zo, mijn moeder heeft er werk van gemaakt, mensen. Zo. Zo, als jullie mee willen gaan spelen, Magda. Weet je wat ik ga doen, mensen? Een stukje idee. Schijtje erbij pakken. Hey! Maar, dat is heel goed ingepakt, ja. Zo. Nee. Ja. Ja, dat is mooi. Zo. Zo. Een mooie doos, man. Zo. Zo. Mama heeft er werk van gemaakt, jongens. Zo. Laten we het even zien. Doosje. Kijk. Mooi. Wie het kleine niet deert, is het grote niet weert. Dus ik begin bij het kleinste pakketje. Maar welk is het kleinste pakketje? Dat is denk ik deze. Ja, Roderick is er dan niet bij. Want als hij thuis komt, is het al donker. Dus ook namens Roderick, dank u wel. Want ik heb het met de Roderick overlegd. Dat ik het lekker kon doen als het nog lekker licht was. Dus... komt helemaal goed. Ja. Kijk. Kijk, deze cadeaupapier kan ik dan wel weer hergebruiken. Plakband. Plakband. Ja, jammer. Dit is cadeau nummer 1. Ja, LED lights. Kijk, daar ben ik ook weer blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Oké, dan gaan we voor deze. Oké, ik zal het weer eens even doen met toen dat ik het toen ook deed. Even de stoel van de kant halen. Ga ik het even weer op de manier doen toen ik het ook deed. Oké, ik maak het ook weer zo met mijn ogen dicht. Dan gaat het wel weer kapot waarschijnlijk, maar maakt niet uit. En dan is het aan jullie de vraag, ga ik er blij mee zijn? Ja of nee? Dat ik het even, ja. Oh, ze heeft het weer goed ingepakt dus. Dat is mijn moeder en die pakt altijd alles weer goed in. Gek mens altijd weer, hè. Nou, mam, sorry, deze schuur ik open. Ik weet toch niet wat het is, dus dat scheelt.
Zo. Wat denken jullie? Ga ik hier blij mee zijn? Ik weet niet wat het is. Ja, het is iets van glas. Wat wil? Er is geen kopje volgens mij om iets uit te drinken. Nou ja, ik ga het aftellen van 3 naar 1. En bij 0 dan doe ik mijn ogen open. 3. 2. 1. En 0. Hey, kastje. Ben ik er altijd weer blij mee? Ja. Ja, dit is breekbaar inderdaad. Ja. Dat klopt. Dat is breekbaar. Maar dit kan ik wel weer hergebruiken. Ook wel eens fijn. Ja. Ik ga deze pakken. Dat vind ik ook wel graag. Deze doe ik dan wel weer gewoon met mijn ogen open. Oh, 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 oh. Beauty, ik denk niet in dat je zus daar nu echt dat nu zo leuk vindt. Hey, kleine ravot. En nog zie ik niks, dus dat scheelt. Denken jullie dat ik hier blij mee ben? Ik heb toch weer mogen dicht. Nou, ik ga weer mijn ogen open doen. 3, 2, 1. Hé! Kan ik deze nou op afstandsbediening doen? Nee, hè? Oh. Ja! Yeah. Hij is wel heel gaaf, namelijk. Want zo zwang ik al wel, maar je hebt ook bij de Action, heb je ook van deze lampen. En die kan je dan op een afstandsbediening doen. Dus, wat ik zo heen, misschien kan ik die ook dan op afstandsbediening doen, maar dat denk ik dan niet. Maar, komt wel goed. Die kan ik ook nog in principe herbruiken. Dus, ook wel weer goed. Oké, okay, deze ga ik weer dames! Klaar. Deze ga ik weer met mijn ogen dicht doen, jongens. Mensen, kinderen. Ja. Ja. Deze gaat weer gehackt kapot. En nee, mijn moeder heeft niks aan mij gevraagd wat ik leuk vind. Totaal niet. Dus laat ik dat even gelijk zeggen. Maar ja, moeder en dochter, die weten dat toch wel vaak. Ja, dat is wel soms moeilijk. Want ja, smaken kunnen we nog wel eens verschillen. Dat gebeurt nog wel eens. Weet je, van man, echt serieus. Vroeger vond ik het mooi. Net zoals het zilver in de kerstboom. Alles zilver. Nu gaat het ook een beetje over op goud. Maar ik ben helemaal niet van het zilver in mijn kerstboom. Ik heb hier alles lekker en gekleurd. En gekleurde kerstballen. En gekleurde lampjes. Ik ga weer naar beneden. Ik moet hem hoog houden. Dit doe ik daar. Ik weet totaal ook niet wat het is. Ik vind dit eng. Ik vind dit eng. Ik weet totaal niet wat het is. Ik weet het niet. Wat is dit? Oh, wat erg. Er zit een elastiekje omheen. Oh, wat is dit? Nee, niet. Hè? Wat is dit dan? Hè? Jawel, er zit wel een elastiekje omheen. Ik wil het raden wat dat is. Ik weet het totaal niet. Wat ik dus net ook al zei. Een heel groot elastiekje, maar top. Oh, ik heb al zo'n donkerbruine moeder wat het is. Ja. Ja. En dan vind ik het eng. Ja, als ik het niet weet.
Als ik het niet wist. Huh? Dit moet dus zo. Denk ik zo. Zo, lekker neus. En dan moet je je hand hierin doen. Dan heb je lekker warme handjes. En dan is dit voor even je ruit te krabben en van je auto. 3, 2, 1. Hé, ja, gaaf. Ja, en dat is dan één als je het niet weet wat het is, hè. Ja, hier hebben we inderdaad zeker wat aan. Ja, hele goeie. Heel leuk. Geweldig. Ja. Oké. Okay. Oh, elastiekje moet ik wel bewaren. Ha, ha. Nee, die krijgen we nog niet. Dan ga ik deze openen. Gewoon wel weer met mijn ogen open. Gaat het een stuk sneller. Oh, er zit weer met iets tekst in. Het zal. Oh, deze. Oh, hè? Deze manier die hierin zit, blijft niet zelfstandig staan. Leer jij slash jullie het hem maar. Ja. Oké. Hé. Moet dit wezen dan? Hé. Oké. Het zal. Het zal. Ik kan het niet weten. Maar u maakt het wel. En wel bijzonder grappig, moet ik zeggen. Met al die dingen. Zo creatief ben ik dan ook wel weer niet, hoor. Ik ben creatief gewend, maar. Zo creatief ben je ook wel weer niet. Ik ben creëerbeer van mezelf, maar dit soort dingen, nee. Dus mijn petje af voor u, echt waar. Maar ja, u bent op dat gat altijd wel creëerbeer. Ik dacht eventjes dat hij ging stoppen, maar nee. Zit er nog wat aan? Vind ik hem mooi, mensen. Denk het wel, hè? Oh, gaaf. Ik kan niet en zelfstandig staan. Hè? Jawel, toch? Omdat dit... Ja, omdat hier zo'n bobbel op zit waarschijnlijk. Kan het waarschijnlijk niet. Ja, komt wel goed. Maar hij is wel gaaf. Voor en bij het raam met de feestdagen. Ja, komt helemaal goed. Ik heb nog twee. Zo, die is zwaar. Deze is licht. Doe die even zo. Deze kan ik weer hergebruiken. Dat is wel lekker. Kijk. Dan doe ik deze weer met mijn ogen dicht. Dan ga ik deze uitpakken. Ja. Zo. Ideaal voor condensverwijdering, wasbaar aluminiumstaaf, zachte grip. Oké.
Nederlands. Microvezelraamreiniging, verlengbaar 21 cm tot 37 cm. Ideaal voor condensverwijdering, wasbaar aluminiumstaaf, zachte grip. Daar heb je inderdaad wel wat aan. Gaat dat? Nee, beauty. Dat gaat niet, nee. Ja. Voor de auto. Ja. Nee, beauty. Niet doen. Is niet nodig, schat. Zo. Nee, dames. Klaar. Mooi. Deze ga ik weer even met mijn ogen dicht doen, mensen. Deels. Even, wel even een beetje openmaken. Deze is waarschijnlijk breekbaar. Dus hier moet ik even mee voorzichtig mee wezen. Zo. Hij is open, mensen. Nou, ik ga mijn ogen dicht doen. Oké. Ik draai hem even om, want ik weet totaal niet wat erin zit. Wat denk je? Ga ik hier blij mee zijn? En dan ga ik zo weer aftellen van 3 naar 1. En dan bij 0 doe ik gewoon eigenlijk mijn ogen open. 3. 2. 1. En 0. Oh, wauw. Die verandert in kleuren zeker dan. Hoe komt ze erop dan en met al die gekkigheid? Gaaf, indoor candle, wauw. LED. Ja, dat begrijp ik dat het LED is, maar... Die snap ik. Hoe komt ze erop dan, hè? Oh, moet ik allemaal wel batterijen in doen? Heb ik nog batterijen hierboven? Dus even kijken, dan heb ik die nog wel, maar moet ik dus die kleintjes hebben. Heb ik nog kleintjes? Dames, kom maar. Ga je even uit. Ja, kleintjes heb ik nog wel, mensen. Kleintjes heb ik. Zo. Hey. Hè. Oké. 2 en 3. Zo. 1. 2. Die ga ik niet gebruiken. Hij maakt ook nog een keertje geluid. Hé. Hey. Als ik hem aandoen. Laat hem vanavond wel even zien in het donker. Ik vind hem heel gaaf. Ja, echt. Super leuk gedaan. Nou, dan ben ik mijn telefoon even pakken. Ja. Nou, ik vind hem echt super leuk gedaan. Ik ga eventjes even de boel even opruimen. En dan laat ik jullie zo meteen zien waar ik het een beetje meer heb gezet. Dus tot zometeen. Ja, en ik ga jullie dus nu even laten zien waar ik dingen neer heb gelegd. Dit is sowieso voor de auto. Dus Ro is nog met de auto weg, dus dat heb ik daar even neergezet. Heb ik hier de kaarskandelaartje neergezet.
Kijk, deze dus. Even kijken. Krijg ik dat nou met één vinger? Nee. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Krijg ik het niet voor elkaar. Mens. Kijk. Hij maakt dus nu eerst nog geluid. Ja, nou, ik laat hem even aan. Ja. En dan heb ik deze hertje hier. En dan de lamp die ik heb gekregen. Daar moet ik nog even een plekje voor zoeken. Die heb ik hier. En de kaart heb ik dus daar even staan. En dan heb ik deze kaarsje heb ik ook hier staan. En bij het gedenkhoekje. Dus ja. Alleen hij maakt wel een hoop kabaal, moet ik zeggen. Maar hij is wel leuk. Ja. Dus dat. Nou, dat was dus weer een leuke uitpakvlog. Cadeaudoos vlog. Wil je nou er ook een? Wat ik dus al zei eerder. Laat dan even weten. En laat je e-mail even achter. En dan zoek ik contact met je op. En anders kun je mij ook even e-mailen naar onze e-mail. Dat is vlogkarinrot@gmail.com volgens mij op mijn hoofd. En anders staat onze Gmail hieronder. En ja, ik zou zeggen, vond je deze vlog wel leuk? Doe vooral blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. En tot de volgende keer bij een leuke andere cadeaudoosvlog, want ik heb iemand anders die ook mee wil doen. Dus bye bye en tot de volgende keer. Doei.